mensen, tot deze video. Mijn naam is Wesley van Westbo 1999 En ja, ik weet het. Ik heb gezegd dat ik morgen deze Career Mode zou doen. Maar ik heb dan nog besloten om het deze avond gewoon online te gooien. In plaats van morgenochtend. Dus gewoon vanavond deze Rotterdam niet Rotterdam nee. Bradford City Career Mode. Met natuurlijk de coach Ruud Gullit en zijn assistenten Henk Vreese en Edgar Davids. Um, ja. We gaan door, in deze aflevering weer wat wedstrijden uh, op het programma. In de competitie, in de volgende aflevering hebben wij een wedstrijd in de Carabao Cup tegen Leicester City. Nu dus hopen dat we in de competitie aardig um, uh, wat wedstrijden kunnen gaan winnen. Dat, we groeien, dat het gewoon in ieder geval uh, goed gaat. Hier komen we er nu uit, en hij uh, gaat er niet in. Het gaat toch uh, de voorsprong kunnen zijn. Dan krijg je wel nog een kaartje en een stormstra? Maar het blijft nog steeds 0-0 hier in de 21 ste minuut. Torstein met de hoekschop. Ook al voor. Hier de bal uiteindelijk bij Diabata. Diabate. Ja, de lastige namen soms. Ja, dat is een hele slechte voorzet. Kans voorbij. Maar zoals ik al zei voor net, wat, wat, wat ik zou zeggen. Dat we gewoon eigenlijk uh, hopen dat we deze aflevering wat de wedstrijden gaan winnen in de competitie. Hier komt dan misschien een eerste serieuze kans voor een voorsprong en een redding. Had het doel moeten zijn, maar gaat er niet in. Dat blijft 0-0. Had het voorsprong moeten zijn voor de club van uh, Bradford City FC. Nu uh, de tegenpartij, druk wordt gezet, die er boven Wright. 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 Krijgt de bal niet bij een medespel, niet bij Kanalat. Hier stelt hij er bijna op zitten. 0-0 stand, dus nog steeds. Hier de brilstand. Hier de schietkans in de redding van de doelman. Goed gedaan. Tweede helft ondertussen, 56ste minuut. Kelly. Kelly. Leko. Wordt onder druk gezet, goed gedaan. Wel zit uh, ik voor de ingooi. Voor de tegenpartij. In minuut 60. Verdedigen. Ja, toch nog een doeltrap. We toch geraakt door een uh, speler van hunzelf. Wissel bij de ploeg van um, Ruud Gullit. Hun doeltrap is kort genomen. Hier de bal bij Richard. Smit. Smit controleert en is er nu uit. Ja, Smit. Dan moet dit hem zijn voor een 1-0. Smit met een eventuele 1-0 voorsprong. En hij gaat er weer niet in. En de rebound ook niet. Had toch zeker dit, had zeker de 1 al moeten zijn. Nu ondertussen de 84ste minuut nog steeds 0-0. Gaat het dan op een 0-0 uitlopen deze wedstrijd? Ik denk het toch van wel. Hunter, Smit. Patterson. Patterson, Kavengi, kafeng, kafeng. Ja, Wat is jij allemaal aan het doen? Het had gewoon een kans moeten zijn. Maar het, 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 mag, het mag niet zo zijn in deze wedstrijd. Nog steeds 0-0. 1 punt. De bal komt hier voor. Weggehaald. Vervangen dan uh, door Outdoor. En dan is het klaar. We spelen we 0-0 hier. En uh, ja, hopen we dat de volgende wedstrijd wel een goede wedstrijd gaat worden. Hier nog natuurlijk een interview na de wedstrijd met Ruud Gullit. We blijven natuurlijk positief. We blijven altijd positief over onze spelers. Ook dus over Smit. Het team moet natuurlijk gewoon nog steeds aan elkaar wennen. Johnson, ook hij, ja, gewoon positief. We gaan door naar de volgende wedstrijd. We gaan nu de hoogtepunten spelen. Twee wedstrijden krijgen we. Hoogtepunten gaan we daarmee doen. En de wedstrijd tegen Leicester City is dus voor de volgende aflevering, volgende week vrijdag. Uh, dit weekend hebben we natuurlijk weer een wedstrijd. Feyenoord speelt dit weekend. Ik moet even kijken wanneer Feyenoord precies speelt. Let me looking. Feyenoord. 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 Wij spelen morgen om 9 uur. Dat betekent dat jullie morgen weer een wedstrijd naafleveren krijgen en een Rudy voorspelling. 9 uur dus de wedstrijd. Go Deals feyenoord Dus uh, we gaan het zeker niet missen. Dan 23 oktober de wedstrijd. Benfica-Feyenoord in de Champions League. En niet uh, aankomend weekend. Maar het weekend daarna. Hebben jullie uh, een vlog. Dan gaan we naar Halloween Friday. Nights. Ik ga met vrienden naar Friday. Nights. Dezelfde vrienden die hier ook al een paar keer voorbij hebt zien komen. Om mijn stories. Om mijn TikTok. Uh, we gaan naar, naar Fright Nights. En ik ga weer. Ja. Ik kan het al verklappen. Ik ga weer een oud duo terug laten komen. Mensen die me langer kennen dan Westboy1999. Ik heb hiervoor ook een ander YouTube kanaal gehad. WJTV. Dat is toen gestopt. Omdat ik... Ruzie kreeg met, de, met die jongen waar ik hem mee samen deed op dat kanaal. Uh, maar uiteindelijk uh, we hebben we onze vriendschap weer uh, terug bij elkaar gebracht. We zijn weer goede vrienden. En we willen nog voor één keer. Of ja, ja ik, zeg, ik wil eigenlijk voor één keer. Gewoon die vlog van Friday Nights die ook meegaat. In het teken zetten van de reunie van BJTV. En de diehard fans of de mensen die mij daarvan kenden. Nou, top. Denk het niet, want we hadden nog niet zoveel abonnees. 95 of zo. We waren elke dag aan het vloggen. Wees me niet bang, dat gaat nu niet gebeuren. Maar uh, ik wou toch nog, ik heb ook een speciale intro gemaakt en een logo uh, voor, voor die dag. Uh, ik, vond, ik, wou, ik wou het gewoon nog een keer doen. En ik had volgens mij de 117 vlogs gehaald met hem. Ik wil aan deze vlog, ook al is het niet mijn 118e vlog, maar ik ga toch zoiets tussen haartjes zetten. Dat het toch een soort van 118e vlog is. Het is leuk om te doen. En uh, ja, dat dacht dat, dat, ik, laat dat, ik laat jullie toch gewoon weten. Hier, we wisten trouwens net te winnen. Dat is mooi. Nu hebben wij de volgende wedstrijd, de laatste wedstrijd in deze aflevering. We gaan zien hoe dat gaat worden. Ook weer in de League 2. We gaan het meemaken. Maar ja, jullie gaan alles zien bij Fight Nights. Ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Ik in ieder geval wel. Tenminste, niet alles. Want je mag niet veel meer in Spookhuizen. Maar voor de rest in de zones en dat soort dingen. Gaan jullie het gewoon zien. En ik zou nu dan ook wat beelden met mijn check erop zetten. Tijdens de vlog door, dat jullie ons samen zien. En ik, ik zou degene zijn die gewoon de camera in mijn handen heeft. En Jack loopt er dan gewoon naast. En de andere vrienden, natuurlijk, die erop willen. M mogen er gewoon op. En, uh, en ik doe het gewoon met veel plezier. En uh, natuurlijk lachen. Jullie kunnen altijd lachen. Zeker met vaardigheid. Ik ben niet zo held op horrorgebied. Dus uh, dat gaat nog leuk worden. Maar uh, we gaan het allemaal wel zien. Uh, ik ga ook 3 november weer bowlen. En dan hebben we 2 december. 1 december hebben wij de Studio 100 Singalong. Weer en Betsy komen natuurlijk al. Maar ook, uh, denk ik, een paar mensen van het Huis aan de is. Daar ga ik tenminste van uit. Maar ja, Joyce die zou komen. Uh, maar ik denk dus dat Gert, Sanson en Gert, gaan doen. Dat, dat, dat zou ik echt super tof vinden. En ik hoop dat Plop met zijn vriendjes komt en Piet Piraat met zijn maatjes. Want die hebben, lang niet gezien. Die zijn, die hebben we lang niet gezien. Dus we hopen dat dat gaat gebeuren. Gaan we met een goede vriendin van me? Um, ja, een goede vriendin. Gewoon echt gewoon een soort broer en zus relatie is het. Dus voordat ik vragen ga krijgen. Gewoon een goede vriendin. Toen mijn moeder overleden is, heeft ze me geweldig opgevangen. Um, we hadden een paar ruzie. Maar het is allemaal weer goed. En uh, hetzelfde gaat dus voor die uh, jongen waar ik het YouTube kanaal mee had. In nood leer je je beste vrienden kennen. En dat zijn hun twee. Ze wonen met mij dezelfde straat. We kennen elkaar van kleins af aan. Dus super om dat weer uh, bij elkaar te hebben. Dat groepje. We komen hier op 1-0 voorsprong. Het is Ali die het doel maakt. Tweede helft ondertussen. het is 1 0 voorsprong. Dus voor Bradford City FC. Bradbury. Ja, ik denk dat we hier gaan winnen weer. Twee wedstrijden aan elkaar gewonnen. Helaas eentje dus 0-0 gespeeld. We gaan kijken wat het, uh, of het beter gaat worden. Tongers. Hier komt een kans weer. Ali. Maar we afgegeven. Nou, 2-0. Bam. 2-0 voor uh, de ploeg van Ruud Gullit. Even kijken. Even kijken hier nog steeds nu 2-0, kijk top. We staan voor. En het wordt zelfs 3-0. Zo, dus overtuigend gewonnen. En de rest is voor de volgende aflevering, zoals ik al zei. Ik bedank, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Dat heb ik ook duimpje gedaan. Dan zeg ik tijdens nu later. Doei Doei.